terwijl dit juist weer tot ontspanning is gebouwd. Je ziet dus ook een hele andere beweging. Wat je ook kan horen in het voorbijgaan is dat je voeten met een tanden hoort. Je komt er nu met een hoofdknik, dus zo ontspannen, dat je zijn kaken op elkaar laat klappen. En in het voorbijgaan, ik weet niet of jullie dat net al gehoord hebben een keer, kun je horen dat je dus met zijn hoofdknik en met zijn kaken laat klappen. Dat is eigenlijk een hele bekende eigenschap van de wolken, die van veel mensen natuurlijk gestreemd wordt ervaren. Eveneens op het hoofdknik van wat bestaat. Ook goed. Je ziet ook dat hij vaak hier, wanneer hij stapt, niet veel met zijn hoofd. En wanneer hij nu zo open gaat in mijn plekhoofd en zo, het hoofd moet je ook weer behouden zijn. Dit komt omdat de beweging exact hetzelfde is als in de stap. En omdat deze paarden ruime stappen, zowel met de achterhand als de zijkant van de voorhand, krijgt ze ook een grotere beweging van hals en hoofdknik.